En het is mij een grote eer en genoegen om de volgende spreker aan te kondigen voor de Domus Medica lezing 2020. En dat is professor Dr. Jan-Anthony Bruin. En de Domus Medica lezing is een lezing gehouden door een topvertegenwoordiger uit het medische veld, die vanuit zijn of haar expertise één of meer historische trends en ontwikkelingen binnen de geneeskunde en gezondheidszorg ter sprake brengt. En dat is natuurlijk heel mooi dat we dat nu ook vanuit een wat politiekere invalshoek kunnen gaan horen. En dit zijn de Domus Medica lezingen van de afgelopen jaren. In 2017 hebben we professor Dr. Marcel Levy gehad, natuurlijk ook veelvuldig nu nog steeds in het nieuws, met de vraag de Gouden Eeuw van de Geneeskunde. 2 jaar geleden professor Dr. Pauline Meurs over de menselijke maat. En vorig jaar professor Dr. Hans Achterhuis, een filosoof, over utopia. En nu, professor Dr. Jan-Anthony Bruin. Hij is voorzitter van de Eerste Kamer, hoogleraar immunopathologie in het LUMC. En sinds 1,5 jaar ook senaatsvoorzitter. En vandaag is bekend geworden dat hij in de Volkskrant top 200 van meest invloedrijke personen in Nederland op plek 75 staat. En dat is natuurlijk ook heel mooi. Daarnaast is hij een soort zelfbenoemd hobbyorganist. En speelt hij nog regelmatig cabaret, waarvan gisteravond in Op 1 nog een fragment werd uitgezonden. Dus in ieder geval voldoende credits en heel mooi dat u hier bent. De stelling behorende bij uw verhaal is de wisselwerking tussen zorg en politiek tijdens de huidige coronapandemie maakt op indringende wijze belangrijke knelpunten zichtbaar in de moderne gezondheidszorg. En dat is een stevige stelling. Zelf heb ik ook gemerkt dat er inderdaad uiteindelijk in deze hele pandemie het ministerie van VWS wijst naar de GGD. De GGD wijst weer terug naar het RIVM. RIVM zegt weer de huisartsen moeten het doen. De huisartsen zeggen maar we krijgen geen vergoeding door de zorgverzekeraars. Dus uiteindelijk is iedereen verantwoordelijk en is daarmee ook niemand verantwoordelijk. Dus we zijn heel benieuwd naar uw reflectie daarop. Dus ik geef u graag het woord voor de Domus Medica lezing 2020. Hartelijk dank. Nou, ik ervaar het natuurlijk als een grote eer. Zeker na de kwaliteit van de voorafgaande sprekers van deze fantastische dag hier in Urk. En ik zal op een aantal sprekers ook wat inhaken. Ik ben dus halftime in het LUMC werkzaam als nefropatholoog. En voor de andere helft ben ik werkzaam in de Eerste Kamer. En dan mag ik sinds 1,5 jaar ook voorzitter zijn. En ik sta hier vooral in die laatste functie, ben ik hier uitgenodigd. Maar ik zal dus iets vertellen over mijn persoonlijke ervaringen op het snijvlak van zorg en politiek in de context van de coronacrisis. En dan begin ik eigenlijk, ik heb overigens gehoord net dat in Amerika de enige specialist, hoorde ik van Jan Bakker, die geen stethoscoop bij zich heeft, is de patholoog. Dat ben ik. Ik heb hem ook inderdaad niet bij me. Maar ik denk dat ik de volgende keer toch maar omhang, zeker als ik naar Amerika ga, Jan. Op het Binnenhof hebben we ontzettend veel gemerkt van die coronacrisis, want dat hing bij ons natuurlijk ook meteen aan de bel te trekken. En net als in de zorg hebben wij in korte tijd ontzettend veel moeten aanpassen in onze organisatie op dat Binnenhof. We herkennen elkaar inmiddels zelfs niet meer zonder mondkapje op dat Binnenhof, dat is een hele bijzondere ervaring. En het boeiende, meteen al op die scheidslijn van politiek en zorg, is dat net zoals de zorg ook het parlement een vitale sector is. Dat is een belangrijk gegeven. Het parlement moet doorwerken, dat geldt eigenlijk in alle landen, in ieder geval de democratisch georganiseerde landen. Wij kunnen dus niet stoppen, we kunnen misschien wel thuis gaan werken, maar dan moet het digitaal, daar kom ik nog wel op. Maar we moeten dus in ieder geval doorgaan, we kunnen niet zeggen wetgeving moet stoppen. Er zijn heel veel wetten zijn veranderd, aangepast, maatregelen genomen, grote hoeveelheden geld vrijgespeeld om mensen in het land te helpen naar aanleiding van die crisis. En in maart besloten wij als Eerste Kamer ook meteen om helemaal te gaan focussen op coronaspoedwetten, grote noodpakketten voor loondoorbetaling bij bedrijven en ook bij zelfstandige ondernemers natuurlijk. Onze plenaire vergaderzaal, daar zitten we normaal met 75 senatoren, hebben we meteen teruggeschaald naar 14 senatoren. We hebben 14 fracties en als in ieder geval van iedere fractie 1 iemand aanwezig is, een woordvoerder op een bepaald terrein waar het betreffende debat over gaat, dan kan je in ieder geval dat debat ook voeren. Inmiddels hebben we overigens 15, zoals u weet, sinds ongeveer een week. Dus het prolifereert ook allemaal, het aantal fracties, misschien wel onder invloed van corona, we weten het niet. En onze commissies zijn wel meteen helemaal digitaal gegaan. Dus we hebben sinds begin van de coronacrisis ongeveer 40 plenaire vergaderingen gehad en 550 commissievergaderingen. Want zoveel werk moet er verricht worden aan al die wetgeving continu.
Maar nog steeds moesten natuurlijk toen 38 leden, want je moet altijd een zogenaamd quorum hebben, grondwettelijk ligt dat vast. Dus meer dan de helft van de leden moet aanwezig zijn, anders kan je überhaupt niet vergaderen. Dus 38 leden moesten iedere week, iedere dinsdag, wij vergaderen één dag in de week, naar Den Haag reizen om hun handtekening te zetten. En dat leverde natuurlijk meteen eigenlijk onnodige reisbewegingen op. En daarmee natuurlijk ook potentieel risico's, maar ook potentieel overbelasting van de zorg. En daaraan willen we natuurlijk geen bijdrage leveren aan die overbelasting. Dus wij zijn toen ons gaan afvragen, kunnen wij nou in het kader van de grondwet ook werken met een digitaal quorum, een handtekening op afstand? En je zou zeggen, nou dat is een makkie, want technisch kan dat natuurlijk met herkenning, maar grondwettelijk is dat helemaal niet zo makkelijk. En de grondwet wijzigen, dat duurt 4 jaar op zijn minst, dus daar hadden we natuurlijk even geen tijd voor. Dus we zijn toen naar de Raad van State gegaan, het belangrijkste grondwettelijke en anderszins rechtsstatelijke adviesorgaan van ons land. En hebben daar gevraagd, hoewel we als Kamer zelf gaan over interpretatie van de grondwet, van joh, kunnen wij nou binnen die grondwet toch met een digitaal quorum werken? Nou, daar heeft de Raad van State zich over gebogen en die heeft uiteindelijk gezegd, in hele bijzondere omstandigheden mag dat. Het is weliswaar zo dat de grondwet, die al een paar honderd jaar oud is, is natuurlijk nooit bedoeld voor een digitaal quorum, want 200 jaar geleden was er nog geen. Dus daar kon men geen rechten aan ontlenen. Het is ook in die historische, in die historie van die wet, dat wordt er ook vaak bij betrokken, de wetsgeschiedenis, hè, kun je daar iets aan, zit hier ook jurist in de zaal, een beetje uitkijken wat ik zeg, kun je daar nou iets aan ontlenen, maar het is ook in de historie nog nooit digitaal geïnterpreteerd, die grondwet. Maar toch zei de Raad van State, je kan het doen. En dat is belangrijk, want als wij gaan vergaderen en achteraf blijkt het ongrondwettelijk te zijn, dan hebben wij dus allerlei besluiten genomen die misschien teruggedraaid moeten worden of in ieder geval niet kloppen. Dus je moet wel ongelooflijk goed weten wat je aan het doen bent. Toen konden we dus naar een digitaal quorum onder die huidige omstandigheden. En zei de Raad van State, als je eventueel in een totale lockdown zou komen, dan mag je ook helemaal digitaal vergaderen. Maar dat mag ook alleen maar onder die extreme omstandigheden. Ook omdat daar natuurlijk wel allerlei kanten aan zitten die deels grondwettelijk, maar deels ook technologisch zijn. Dus wij konden eigenlijk vanaf het begin goed doorwerken dankzij deze, ik zou bijna zeggen, innovaties ook op het Binnenhof. En inmiddels hebben we naast die noodpakketten ook de coronamelder behandeld, de coronaspoedwet, de wet aangepaste verkiezingen 2021, Tweede Kamer die we binnenkort gaan meebeleven, en de wet digitaal vergaderen gemeenteraden. Het grappige is dat voor een gemeenteraad of een provinciale statenraad om digitaal te gaan vergaderen, hoef je alleen een wet te veranderen, dat hebben we dus gedaan. Maar voor de Eerste of Tweede Kamer om digitaal te vergaderen moet je de grondwet wijzigen en dat is dus veel ingewikkelder zoals ik net verteld heb. Nou, inmiddels lopen de politieke spanningen weer op richting de Tweede Kamerverkiezingen en zoals ik al zei, het aantal fracties prolifereert, de lijsttrekkers buitelen over elkaar heen, ook de afgelopen dagen weer, dus het is absoluut niet saai op dat Binnenhof. Maar de aan mij gestelde vraag is, wat kunnen we nou leren van de coronacrisis op het snijvlak van zorg en politiek? En om daarop in te gaan wil ik eerst iets vertellen over mijn ervaringen als dokter. Ik doe al 30 jaar aan politiek, aanvankelijk erg part-time, nu dus half-time. Mijn ervaringen, mijn persoonlijke ervaringen in die trektocht langs die politieke rivier waar langs wet en regelgeving tot stand komt. Ik vergelijk het altijd graag de wereld als een soort zee van wet en regelgeving waarin wij zwemmen. En die wet en regelgeving die helpt ons met van alles, die ondersteunt ons, die stelt natuurlijk ook kaders en die stelt ook grenzen en stelt soms zelfs dingen strafbaar. En dat is een zee van in Nederland duizenden wetten. Grappig is dat niemand precies weet hoeveel er zijn overigens. Dat is een heel dynamisch geheel, want die wetten veranderen ook. Die worden continu aangepast aan veranderende omstandigheden. En we staan ook vaak op dat strand naar die zee te kijken. En ik zelf in ieder geval ben dan altijd ook geneigd om vooral te roepen hoe slecht het allemaal is. En in die afgelopen jaren kwam ik erachter dat die zee niet, die wordt natuurlijk ook gevoed vanuit een rivier zou je kunnen zeggen, om die beeldspraak even aan te houden. Dus er is een rivier van waaruit die zee van wet en regelgeving continu wordt ververst en aangevuld. En waar komt nou die rivier vandaan? En mijn trektocht heb ik zo beleefd in die afgelopen jaren dat ik die rivier eigenlijk langs trok op weg naar de origo. Je zou kunnen zeggen van het ostium uretree naar de glomerulus voor de liefhebbers onder ons. Van waar begint nou eigenlijk steeds die nieuwe wet en regelgeving? Want er komen zo'n 300-400 wetswijzigingsvoorstellen per jaar uit die rivier in die zee. En als je dan helemaal daar naar boven gaat, dan kom je terecht bij wat vandaag toevallig gebeurt. Namelijk bij politieke partijen die onder invloed van allerlei belangengroeperingen, ontwikkelingen in de samenleving, enzovoort, enzovoort, een verkiezingsprogramma schrijven. En vandaag zijn er een aantal politieke partijen bezig met het vaststellen van dat verkiezingsprogramma door de leden, want het zijn uiteindelijk de leden die het doen. Ik heb zelf 3 keer zo'n landelijke verkiezingsprogrammacommissie mogen voorzitten in de afgelopen 10 jaar, en dat is een hele bijzondere ervaring.
En daar schrijf je dus die ideeën in die volgens jou de beste zijn voor Nederland. Daar zit natuurlijk ook een financiële paragraaf bij. Heel veel zaken zijn ook niet met financiële consequenties. De gekozen burgemeester of de donorwet, daar zit geen financiële consequentie aan. Maar het verlagen van het eigen risico, daar zit wel een financiële consequentie aan. Dus dat is een heel dik pakket van 70 pagina's maatregelen die jij voorstelt. Nou, dan krijg je natuurlijk de kiezer die daar macht aan verleent of niet. En afhankelijk van die uitslag gaan dan een aantal partijen samen proberen in een formatie om hun verkiezingsprogramma's in elkaar te rijgen. Dus dan komen de onderhandelaars van die partijen met verkiezingsprogramma onder de arm en die gaan in een formatie gaan ze dat aan elkaar rijgen. Ik was zelf formateur in Rotterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Leidse Voorburg in 2018. Dat is een heel erg interessant proces van continu zoeken naar compromissen. En daar komt dan op het landelijke niveau een regeerakkoord uit, zoals u weet. Dat is het programma van de regering. En althans heel veel plannen uit zo'n regeerakkoord vergen een wetswijziging. En zo rolt dus uit het gemiddelde regeerakkoord in Nederland per jaar ongeveer 200 à 300 wetswijzigingen per jaar. Dus dat zijn er een kleine 1200 bij een zittingsperiode van 4 jaar. Dus dat is een heel intensief proces. Iedere wetswijziging wordt voorbereid door een minister, moet dan eerst door het kabinet worden afgezegend en onderschreven, want je dient altijd iets in namens het hele kabinet. Dat kan al een heel gedoe geven. Dan gaat het altijd eerst naar de Raad van State, dat ligt letterlijk vast. Diezelfde Raad van State, die geeft er een advies over. Dat kan de reden zijn om het nog aan te passen. Dan gaat het naar de Tweede Kamer, die kan daar wijzigingen in aanbrengen, amendementen, zodanig dat er een meerderheid is om het te steunen. Soms lukt dat niet, maar soms lukt dat wel door het nog te amenderen, te wijzigen. En dan uiteindelijk gaat dat compromis naar de Eerste Kamer, waar ik dus onder andere een rol speel, waarbij wij kunnen dat compromis niet meer wijzigen, maar wij moeten dat compromis toetsen op van hoe gaat dat nou straks in de samenleving vallen. En daarom is het ook goed dat Eerste Kamerleden heel part-time in de Eerste Kamer zitten en verder ergens in de samenleving werken. Ikzelf dus in de zorg en het onderwijs en het onderzoek aan de universiteit. En anderen werken weer op andere plekken. En de vraag aan ons is altijd, is dit nou, als het straks wet wordt, is het dan ook echt uitvoerbaar, handhaafbaar en past het in de Europese regelgeving en is het ook rechtmatig bijvoorbeeld? Hoe valt dit in de samenleving? We kunnen dat dus niet wijzigen, dus we doen ook ander werk dan de Tweede Kamer. En als bij ons dan de hamer valt van de voorzitter, dan moet die wet nog langs de koning voor een handtekening en dan is die wet gewijzigd en stroomt dan dus die zee in. Waar ik altijd op dat strand stond als jonge dokter en continu riep van het deugt allemaal niet en het is allemaal verkeerd. Totdat ik in die afgelopen 30 jaar dus die rivier optrok en dat helemaal zag gebeuren. En ook zag hoe langs die rivier meevarend op een schip eigenlijk heel veel maatschappelijke en wetenschappelijke organisaties en kenniskringen meevaren. En dus dan heb je het Centraal Planbureau, Planbureau voor de Leefomgeving, de Rekenkamer. Meer dan 15 strategische adviesraden van de regering, zoals de Onderwijsraad en in onze sector de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving en de Gezondheidsraad. Maar ook koepels en verenigingen. Onze eigen voorzitter van de KNMG die zit daar ook altijd aan tafel bij die programmacommissies, daar kan ik van getuigen. Maar die komen ook op lagere niveaus in de rivier steeds weer aan bod. Maar internationaal ook het IMF en het OESO, et cetera, et cetera. En vooral ook veel informele invloeden van criticasters en supporters die allemaal meevaren. En dat is dus mooi. Uiteindelijk in die zee worden die wetten dan onderhevig aan wat we dan de trias politica noemen. Dus iemand moet ze gaan uitvoeren, bijvoorbeeld wethouders op lokaal niveau. Als er een conflict ontstaat, dan gaat de rechter zich daarover uitspreken. En die hele zogenaamde democratische rechtsstaat met die genoemde instituten drijft op vertrouwen. Zo kwetsbaar zou je kunnen zeggen is dat. Het is ook heel mooi, maar het is natuurlijk ook kwetsbaar. Want als dat vertrouwen weg zou vallen, dan krijg je dus een probleem. Hoe zit het nou met dat snijvlak van zorg en politiek? Want dat was het onderwerp. En dan ga ik even terug naar die coronacrisis, zoals ik daar dan vanuit de politiek naar gekeken heb. En dan heeft u allemaal met mij meegemaakt, er zijn eigenlijk 3 compartimenten. Zou je kunnen onderscheiden, namelijk de wetenschap. Nou, bij de coronacrisis zitten wij daar als dokters, als virologen, als epidemiologen wel allemaal ongeveer in. Het ging net over de top 200 van de Volkskrant vandaag. Maar ik ben ver overtroefd door Marion Koopmans, die namelijk op plaats 28 staat. Diederik Krommers op plaats 32. En Jaap van Dissel zelfs op plaats 2 in de top 200 van invloedrijkste Nederlanders. Dus dat is op zich wel interessant, want ze zijn dat hele compartiment van kennisdragers, dat is dus geactiveerd. Dat is geactiveerd op het snijvlak van de zorg in dit geval en de politiek. Want samen met politici zitten ze in het OMT,
zitten ze bij persconferenties, zitten ze in praatprogramma's, iedere dag, het is heel intensief geworden. En ook commissievergaderingen in de Tweede Kamer die nog nooit zo vaak bekeken zijn. En ook in het katshuis zitten ze. Dus op dat snijvlak van politiek en zorg is een enorme intensivering is daar opgetreden in die coronacrisis. En dat was misschien ook maar heel goed. Behalve die wetenschap en de politiek is er nog een derde compartiment. En dat zijn natuurlijk de afhankelijken, zou je kunnen zeggen. Dat zijn de mensen in het land, dat zijn die 17 miljoen virologen. Dat zijn soms ook de complotdenkers, dat zijn de Famke Louises, die u misschien gezien heeft in het praatprogramma met Diederik Gommers. Die op een gegeven moment roepen, en dat is ze niet kwalijk te nemen, ik zie dat virus niet, ik geloof het niet, het is er ongetwijfeld niet, de maatregelen zijn ook veel te hard. En het zal misschien ook wel een complot zijn, een complot wat verzonnen is, misschien zelfs wel door de politiek. Dat is die derde groep, dat zijn de afhankelijken. En die zaten daar ook aan tafel. En u heeft misschien ook gezien dat toen Famke Louise dat zei, ik geloof het niet, en ik neem haar dus even als pars pro toto, ik wil niet, zeker niet die persoon aanvallen, toen zat er aan de andere kant zat Diederik Gommers als kennisdrager, en die keek haar verbijsterd aan en twijfelde, hoe moet ik hierop reageren? En gelukkig bracht hij de grootheid op om zich te beheersen en het te gaan uitleggen, en zij bracht de grootheid op om te luisteren en te absorberen die voor haar complexe kennis. En zo zijn ze ook samen doorgegaan in die dialoog op dat snijvlak van enerzijds de zorg en anderzijds dus politiek en samenleving. En als je nou kijkt naar wat nou hierna gaat gebeuren en wat we misschien kunnen leren, na deze crisis zullen we natuurlijk weer terugkomen in crisis die er eerder waren, dat zijn er misschien een aantal. Maar één daarvan die zeker zal plaatsvinden volgens sommigen en die misschien al begonnen is, dat is de economische crisis. En het grappige is, als je langs die rivier vaart en je hebt zo te maken met drie landelijke verkiezingsprogramma's met zo'n centraal planbureau, met macro-economen, zorg-economen, gedragseconomen, dan merk je dat als het om economie gaat, dan is de rolverdeling plotseling totaal anders. Dan zitten namelijk in het vak van deskundigen zitten de macro-economen, gedragseconomen, de zorg-economen die er ook zijn, het centraal planbureau, de planbureau voor de leefomgeving, OESO, IMF, etc. En ik zelf zat als dokter heel duidelijk plotseling in dat vak van de afhankelijken, die wel verstand heeft van geneeskunde, misschien een beetje in mijn geval, en zorg, maar geen verstand heeft van economie. Alleen ik dacht dat ik het wel had, want ik was net zoals Famke Louise en die 17 miljoen virologen. En als ik het plaatje even mag in het vak rechtsboven, en op dat plaatje heb ik het, er is trouwens een authentiek analoog plaatje zoals u ziet, een beetje een We on Harvard plaatje. En dan ziet u dus dat in dat bovenste, dan ziet u dus dat linksboven, daar ziet u dus de, in het geval van een virologische crisis, de deskundigheid, de politiek en de afhankelijkheid. Dus hier zitten de mensen die in het land afhankelijk zijn van wat de politiek en wat de deskundigen, dat zijn wij in dit geval, doen. Hier is dat snijvlak van politiek en zorg. Maar als het gaat om een economische crisis, dan zit ik in ieder geval als dokter, laat ik niet voor u praten, heel duidelijk in dit compartiment. Daar heb ik dus ook vaak gezeten met die verkiezingsprogramma's. En dan is plotseling het snijvlak van politiek en zorg hier rechtsonder. Terwijl hier dan de macro-economen en de zorg-economen zitten. En net zoals veel van die 17 miljoen virologen denken dat ze precies weten hoe het hier zit, en u daar soms verbijsterd naar kijkt, zo had ik in ieder geval als dokter ook altijd de neiging om hier zittende ook wel te weten hoe het zit met die macro-economie. Inmiddels heb ik geleerd, als je langs die rivier loopt, dat dat betrekkelijk waar is en niet altijd helemaal waar, laat ik het voorzichtig zeggen. En laat ik dan ook een paar voorbeelden noemen van zaken waar ik zelf tegen aangelopen ben. Zaken waarvan ik zelf dacht, zoals Roekoutinho zei eerder vanmiddag, ik vond het moeilijk om iets te zien dat anders was dan ik gedacht had. He, er waren een aantal dingen waarvan ik als jonge dokter dacht dat het zo was. En misschien is het ook wel zo, ik ga hier vandaag geen oordelen uitspreken. Maar ik heb zelf in ieder geval wel een paar keer flink om oren gekregen van die economen die daar dus in dat zorg compartiment zitten als het om economie gaat, ook om zorgeconomie, omdat ik bepaalde dingen aannam en niet anders kon of wenste te zien die over de zorgeconomie gingen, terwijl ik een dokter was en in dat domein van economie, dus in het afhankelijkheidscompartiment zat. En dan hebben we het vandaag ook even met Jan Bakker al gehad over de Amerikaanse toestanden. En dan gaat het dus om toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. In Nederland, en je hebt dat ook al onderstreept denk ik, is de zorg in ieder geval kwalitatief behoorlijk goed, volgens de mensen die daarop gestudeerd hebben. En volgens bijvoorbeeld het OESO, zo kwamen we al even langs, is de zorg ook zeer toegankelijk, zeker relatief. Hè? Het is de toegankelijkheid van de zorg is misschien wel de meest onafhankelijke van socio-economische status ter wereld in Nederland. Dat is een groot goed.
De uitdaging als je langs die rivier loopt en moet sleutelen aan beleid, zit hem in de betaalbaarheid van die zorg. En zit hem erin dat als je dat uit de hand laat lopen, dat je niet wil dat die boot in de richting van die Amerikaanse toestanden vaart. Dus je moet daarnaar kijken. En eerder was er ook al iemand die zei, ja, we betalen op dit moment ongeveer zo'n 15-20% van het bruto nationaal product aan zorg. En dat heeft de neiging om autonoom te stijgen als we dat niet remmen. Dat is niet een politieke keuze, dat is iets waar alle politieke partijen mee te dealen hebben. De oplossingsrichtingen die ze kiezen zijn natuurlijk verschillend. En laat ik meteen zeggen, ook zeker als Kamervoorzitter, daar zit geen verkeerde keuze bij. Want iedere keuze heeft ook een prijs en een opbrengst, maar dat zijn wel keuzes. En die keuzes die zijn, of we dat nou leuk vinden of niet, heel vaak gebaseerd op die macro-economische modellen in die andere wereld dan waar wij in zitten, namelijk die wereld hier linksonder. Dus ik ga u een paar voorbeelden laten zien die niet mijn mening zijn, zeker al niet mijn kennis, want ik zit daar dus niet in dat economische domein. Het zijn wel ervaringsfeiten die mij wel behoorlijk de ogen geopend hebben en die misschien mij ook straks tot de oproep zullen brengen om ons gezamenlijk daar meer mee te gaan bemoeien en misschien met meer mensen uit ons domein ook die rivier te gaan beklimmen, maar ook die mensen van die rivier eens uit te nodigen op dat strand. Alle partijen dealen dus met dit soort feiten en belangrijk is ook dat micro-economische werkelijkheden hier in die wereld waar ik het over heb, vaak heel anders zijn dan macro-economische werkelijkheden. Ik ben bijvoorbeeld toezichthouder in een zorginstelling. Nou, daar is mijn werkelijkheid en mijn belang is het de continuïteit van die zorginstelling. Maar dat is dan ook mijn doel. En als dat doel bereikt wordt, is het mooi. Maar dat hoeft helemaal niet te stroken met een macro-economisch belang, wat heel anders kan liggen. De toezichthouder van de paardentram die vond het ook onzinnig toen de auto werd ingevoerd. Dat was voor in zijn belang niet nodig. Dus dat zijn micro en macro zijn verschillende werelden, zeker ook in die economische omgeving. En er zijn dus meer en minder geslaagde initiatieven ook. De bronnen waar ik de zaken uithaal, die ik u zal laten zien, dat zijn bijvoorbeeld keuzes in kaart en zorgkeuzes in kaart. We hebben al eerder dat preventieakkoord vanmiddag langs zien komen, dat kwam ook van de overheid. En keuzes in kaart, zorgkeuzes in kaart, u kunt het gewoon downloaden, kosteloos. Daar staan de voorbeelden in die ik nu noem. En dat zijn ook de bronnen die langs die rivier gebruikt worden. Niet Medisch Contact, ook niet het New England Journal of Medicine, maar hele andere bronnen, namelijk macro-economische bronnen. Een wereld die soms vrij ver weg staat, in mijn persoonlijke ervaring, van de wereld waar wij in leven. En de ideeën die wij soms hebben vanuit dit compartiment rechtsonder, op dat snijvlak, over politiek en over deskundigheid. Ook bijvoorbeeld over het feit dat politiek een vak is en dat daar wetmatigheden in zitten die soms niet goed te begrijpen zijn als je als het buiten je vaste patroon om Coutinho-nommers aan te halen valt. En zo is een van die misverstanden bijvoorbeeld die ik had, de marktwerking is doorgeschoten. We zien zelfs dit weekend nog in Medisch Contact bijna een pagina groot verhaal over marktwerking. En daar hebben we ook allemaal de mond van vol. In ieder geval, ik heb dat altijd wel. En ik als dokter vind het eigenlijk ook vervelend dat er marktwerking is. Maar kom je langs de rivier bij zo'n macro-econoom, dan zegt hij, joh, luister, met je verkiezingsprogramma en je plannen. Dan zegt hij, luister, jouw sector, die zorgsector, is een unieke economische sector, want de vraag is bijna onbeperkt. Dat is in geen enkele andere sector zo. Stel je voor, je opent ergens een schoenenzaak, op het plein in Den Haag. En de vraag is onbeperkt. Dan kun je dus de hele economie leegzuigen. Dat doen we natuurlijk niet met de zorg, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Maar daar is marktwerking bijna onmogelijk. Er is wel wat gecompartimentaliseerde marktwerking in de zorg, zegt zo'n macro-econoom dan in zijn model. Dit is niet mijn visie, dit is mijn ervaringsfeit. En dat zit vooral rondom de zorgverzekeraars, die nog enigszins concurreren en die ook tegen de dokter zeggen, jij moet een nog een beter product leveren voor een lagere prijs. Maar verder is daar nauwelijks sprake van marktwerking en voelbare concurrentie. Dat voelen wij ook niet, zeker niet in de mate waarin we dat net gehoord hebben, zoals dat in Amerika gaat. En misschien wel echt doorgeschoten marktwerking genoemd zou kunnen worden. Dus je moet wel uitkijken wat je zegt. En als je bijvoorbeeld kijkt naar experimenten die gedaan zijn met bijvoorbeeld het verwijderen van de verzekeraars en dan ook nog de zorg helemaal gaan betalen uit de belastinginkomsten, daar kan je voor kiezen. Er zijn ook partijen die vervolgens die keuze ook overnemen. En die zitten overigens aan alle kanten van het politieke spectrum. En dat is ook op zich een hele mooie gedachte. Dan zegt de macro-econoom, dat is prima. En dan neemt de toegankelijkheid nog verder toe. Maar dan worden de zorgkosten zo hoog dat het uiteindelijk een enorm drukkend effect gaat hebben op je hele economie, op banen. En ook een uithollend effect op andere zorgcategorieën, uitgavencategorieën van de overheid. Dus die marktwerking ligt in die wereld langs die rivier een heel stuk complexer
dan ik dacht toen ik op dat strand stond en altijd riep, die marktwerking is doorgeschoten en dat is slecht. Dat is echt complexer en nou ja, ik begrijp het nog steeds niet helemaal, maar ik heb in ieder geval wel geleerd dat je er beter mee in kan gaan verdiepen. Net zo goed als wij willen dat Famke Louise zich iets meer verdiept in de wereld van Diederik Gommers. De premie omhoog bij ongezond gedrag heb ik ook vaak gezegd zelf, hè, heb ik zelf, zijn mijn eigen woorden. En dan kom je bij zo'n macro-econoom en dan zegt hij, nou weet je, die premie omhoog bij ongezond gedrag, wat beoog je daarmee? Zeg ik, nou ja, gedragsbeïnvloeding, gezonder leven, nou, zegt die macro-econoom, en uiteindelijk kostenbesparing. Dan zegt die macro-econoom, als je het wil koppelen aan de kosten, dat is prima, dat is jouw keuze als je dat zou gaan doen, hè, als politieke partij. Maar dan moet je de premie bij ongezond gedrag verlagen. Want mensen met ongedrag, macro-economisch, er zijn micro-economisch altijd voorbeelden te vinden van het tegenovergestelde, dat is ook het kenmerk, ook in onze wetenschap natuurlijk. Maar macro-economisch leidt ongezond gedrag tot minder zorgconsumptie, omdat mensen die echt ongezond gedrag vertonen meestal korter leven. En dus eerder die zorgconsumptiecurve wordt afgebroken en de area under the curve gewoon kleiner is, zegt dan die macro-econoom. Nou, dat was natuurlijk niet de bedoeling, dus daar stappen we dan weer vanaf. Preventie, we hebben vandaag veel gesproken over preventie. Je zag trouwens ook hoe weerbarstig dat was in dat preventieakkoord met die hele mooie curves die we zagen. Om preventie om te zetten naar een gedragseffect. En als het al lukt, dan zegt diezelfde macro-econoom van de overheid, van het Centraal Planbureau, van het Planbureau voor de Leefomgeving, van het IMF, van de OESO, die zegt, preventie is hartstikke mooi en we stoppen daar bijvoorbeeld als Nederlandse overheid ook 7 miljard in per jaar. Dat waren althans de laatste mij bekende cijfers. En er is geen enkele politieke partij die dat vermindert, dat afschaft of daarop bezuinigt. Dus iedereen valt elkaar snikkend in de armen dat preventie noodzakelijk is. Het leidt namelijk tot een langer en gezonder leven. Maar, zegt de econoom, je moet niet gaan zeggen dat het bijdraagt aan de kostenbeheersing in de zorg. Dat doet het namelijk niet. Preventie leidt in het beste geval tot gelijke zorgkosten. Maar door substitutie van de ene ziekte door de volgende, als je macro-economisch door preventie de ene ziekte voorkomt, hartstikke mooi, dan wordt die 3 maanden later door de volgende ziekte gesubstitueerd. Uiteindelijk schuift de hele curve naar rechts. De curve van de zorgkosten gaat vooral op het eind van je leven omhoog. Die verandert niet qua vorm, dus de area under the curve blijft in het beste geval gelijk. En in het slechtste geval wordt die groter, maar hij wordt niet kleiner door preventie, macro-economisch gesproken. Toch kiezen we daar natuurlijk wel voor, gelukkig zeg ik ook persoonlijk. En ik heb ook, voor zover ik zelf betrokken was bij die operaties langs de rivier, heb ik daar nou ook nooit aan die knop willen draaien. Maar met het oog op een langer en gezonder leven. Ik dacht ook met het oogpunt op kostenbeheersing, maar dat blijkt dus in ieder geval in mijn persoonlijke ervaring met dat compartiment daar linksonder op zijn minst niet bewijsbaar. Ik heb ook wel eens geroepen, er is veel te veel bezuinigd op de zorg toen ik ook langs de rivier aankwam vanaf dat strand. Kijk, je hebt veel te veel bezuinigd op de zorg. Nou, dan kijken ze een beetje smalend aan met zo'n gommeriaanse blik. Want, zeiden ze dan, er is nog nooit bezuinigd op de zorg. De zorgkosten in Nederland die stijgen al 30, 40, 50 jaar. Ook als percentage van onze economie, van zo'n 7% naar de eerder genoemde 15-20%. Er is ook niemand die dat wil veranderen, maar roep niet dat er bezuinigd is op de zorg. Er is natuurlijk op onderdelen van de zorg wel bezuinigd, maar dan liep het op andere onderdelen weer zodanig op dat het onderaan de streep de zorgkosten opliepen. Er is wel een keer een plateaufase geweest in de tijd van Edith Schippers met de hoofdlijnenakkoorden 2013-2015. Toen stegen de zorgkosten met ongeveer 1%, ongeveer gelijk aan de economie. Onzinnige zorg uit het basispakket. Ja, zegt de econoom, als jij dan een dokter ergens uit zijn spreekkamer haalt die kan aanwijzen welke onzinnige zorg er aan het verrichten is, dan kunnen we daar wat mee. Of een patiënt die kan aanwijzen welke onzinnige zorg die krijgt. Maar tot nu toe hebben wij daar macro-economisch niets mee kunnen doen. En praktisch gezien, in je verkiezingsprogramma krijg je er dan ook niks voor in het Centraal Planbureau. Daar hoef je niks van aan te trekken, daar kun je ook heel kritisch op zijn. Maar als je dat bent, moet je op zijn minst wel die taal leren spreken. Mij is dat tot nu toe niet goed gelukt, want het is een heel ingewikkeld kennisdomein. Het is prettiger om op dit snijvlak van hier rechtsonder, op dat strand staande, van alles te roepen over dat andere domein. En zeker voor zover het in mijn eigen denkpatronen past. De kosten bespreken in de behandelkamer. Als patholoog heb ik namelijk van die maatregel nooit last. Dus ik heb dat wel eens geroepen. Maar ook dan word je gommeriaans aangekeken, omdat uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland bijvoorbeeld blijkt al dat de meeste patiënten dat helemaal niet willen bespreken op het moment dat ze daar doodziek of met een doodziek kind in die behandelkamer zitten. Dus dat klinkt ook wel leuk op dat strand, maar levert niets op langs de rivier. Nou ja, zo zijn er nog veel dingen. Een hele interessante is natuurlijk value-based healthcare. Ik geloof daar zelf absoluut wel in.
Ik denk trouwens ook in Nederland, we hebben het trouwens net ook aan de hand van die artsenethos misschien ook wel gezien, dat wij leveren zorg met het oog op de verbetering voor de patiënt, niet genezing per se, maar de kwaliteit van leven enzovoort. Alleen om daar dus macro-economisch relevante criteria aan vast te koppelen die kunnen dienen als basis voor de zorg, dat is op zijn zacht gezegd moeilijk. Blijkt, een van de eerste die we probeerden, sterftecijfers op de OK, die bleek al niet te werken, want die bleek het hoogste te zijn bij de beste chirurg, want die krijgen de moeilijkste patiënten in ons piramidale systeem. En weer een andere die we hebben geprobeerd, hebben taakdifferentiatie, dus nurse practitioners, physician assistants, klinisch technoloog opgeleid. Ja, dat kan natuurlijk leiden tot een bijdrage aan de beheersing van de zorgkosten, als je die aantallen in mindering brengt op het aantal dokters of verpleegkundigen wat je opleidt. Als je dat niet doet, en dat hebben we niet gedaan, dan leid je per saldo meer mensen op. En in een sector waar de vraag min of meer onbeperkt is, dat is natuurlijk nooit helemaal, leidt een verhoogd aanbod ook tot een verhoogde consumptie. Maar goed, er is dus natuurlijk ook heel veel hoop. Hè? Selectieve innovatie, kijken naar eigen betalingen, kostenbewustzijn. Die hoofdlijnakkoorden hebben dus bewezen om te werken. En ons uit de crisis innoveren, dat kan absoluut helpen. Dus ja, als je dit nou allemaal zo overziet, en uiteraard zijn er meer voorbeelden, maar ik zou zeggen, lees toch eens even voor de gein in keuzes in kaart en zorgkeuzes in kaart. Dan leer je daar in ieder geval veel over, vind ik, over die verschillende compartimenten. En over de scheidslijn tussen politiek en zorg, maar ook de andere positie van die scheidslijn in andere crises, in andere kennisdomeinen en in andere fases waar we in zitten met z'n allen. En als je dat ziet, dan is er ook wel weer heel veel reden voor optimisme, want langs die rivier is heel veel plaats voor mensen uit dat compartiment daar rechtsonder, voor ons, om daar deel te nemen. Je hoeft maar binnen te lopen bij een politieke partij, je wordt meestal van harte ontvangen en je kunt daar van alles gaan doen. Dus nogmaals, ik denk dat het goed zou zijn als we dat wat vaker doen, maar natuurlijk ook als die mensen vanaf die rivier wat vaker komen kijken bij dat strand. Misschien zouden we in de opleidingen ook wat meer aan politiek, maatschappij en zelfs aan macro-economie kunnen stoppen. Ik denk dat dat ook hieraan zou kunnen bijdragen. Want als wij die keuzes die we zullen moeten maken in de zorg overlaten aan mensen die zelf nog nooit een patiënt van dichtbij hebben gezien, dan kan het zijn dat daar niet de keuzes worden gemaakt die wij daar rechtsonder als dokters en als patiënten met name, want daar gaat het om, de beste keuzes zouden vinden. En dat is wel wat dreigt als we ons er niet meer mee gaan bemoeien, als we niet meer gaan samenwerken. En dat geldt natuurlijk ook voor andere sectoren, voor patiëntenverenigingen, maar dat geldt denk ik ook voor ons. En nogmaals, meedoen in de politiek, en ik kan ervan getuigen, is niet alleen relevant, maar het is ook hartstikke leuk. Het is boeiend, het is complex, net zoals het menselijk lichaam, en het is zelfs verslavend. Dus de keuze samen maken, roepen van het strand is één, maar meedoen is toch iets anders. Het kan naast je medische werk, dat is in ieder geval ook mijn persoonlijke ervaring. En we zouden misschien meer naar samenwerking en analoog aan ketenzorg ook naar ketenbeleid moeten. Beleid wat we met z'n allen maken en niet beleid dat we ergens laten maken terwijl wij op een strand iets anders roepen en dan boos worden op wat er allemaal die rivier uitkomt stromen. Dus nogmaals, als wij willen dat de grenzen aan de zorg niet voor ons bepaald worden, dan moeten we zorgen dat we ze mee bepalen en die kans is volop aanwezig. Gommers moest Famke Louise overtuigen, die macro-econoom moet ook ons overtuigen, maar dan moeten we ons wel openstellen en ook terugpraten en de dialoog aangaan. Dus die intensivering van dat snijvlak op het gebied van politiek en zorg in de virologische crisis vind ik heel erg boeiend om te bekijken, heel leerzaam ook. En zou misschien als voorbeeld kunnen dienen voor datzelfde snijvlak en de operationalisering daarvan tijdens die economische crisis die volgens economen er nu aankomt en er misschien al is. Dus als wij snel willen gaan, moeten we alleen gaan. Maar als we ver willen komen, moeten we samen gaan. En er valt dus veel te leren uit het coronajaar 2020 op het snijvlak van zorg en politiek. Dank u wel, voorzitter. Mooi. Veel dank. Ik moet iets opschuiven. Als u iets kan, dan zijn we allebei in beeld. Mooie metaforen van het ostium urethrae naar de glomeruli. Mooi, dat is denk ik een mooie stap omhoog. Ook iemand in de chat wees ons op het, denk ik toch neologisme, iemand gommeriaans aankijken. Ja, mooi. Voor de kijkers thuis, zou u die blik misschien nog een keertje kunnen nadoen? Hoe dat dan eruit ziet? Gommeriaans eigenlijk aankijken. Een combinatie van verbijstering, ongeloof, maar ook een heel groot verantwoordelijkheidsbesef.
Hartstikke mooi. Die gaan we zeker terugzien. Ja, ongelooflijk boeiend, maar ook daar rechts onderin op het scheidsvlak van die politiek en zorg en de drijfveer. Ik denk alleen aan de accijnzen op tabak en alcohol, die de overheid in denk ik 3,5 miljard per jaar oplevert. Wat natuurlijk een drijfveer is, misschien om niet te hard op de preventie in te zetten. Nu zie ik wel dat de nieuwe campagne Tranquilo eraan gaat komen. Hoe ziet u nou dat die politiek toch beter die hele andere incentives kan gaan krijgen om meer in te zetten op preventie? Nou, kijk, de incentives die je noemt, dus de perverse prikkels, die zitten natuurlijk altijd in ieder systeem wat je kunt verzinnen. Dus die kun je nooit verwijderen als je een systeem vervangt door een ander. Er zijn daar ook weer perverse prikkels. Hè. We gingen bijvoorbeeld van bekostiging op verrichtingen naar DBC's, hebben we zelf verzonnen. Om een bijdrage te leveren aan de zorgkostenbeheersing overigens. Dat is ook gelukt, ook al heeft DBC ook weer heel veel perverse prikkels. Dus een oog hebben voor de perversiteit van prikkels en daar met elkaar over praten en kijken of je daarvan af kan blijven. Dat is denk ik belangrijker dan het streven naar een systeem waarin geen perverse prikkels zijn. Ja, terecht. En we krijgen nog een vraag van Adriana, specialist oudere geneeskunde. En die vraagt zich af, is er ook sprake van marktwerking in de ouderenzorg? Eigenlijk, hoe ziet u dat? Ik weet onvoldoende van de ouderenzorg, maar daar zitten natuurlijk ook verzekeraars. Dus in de ogen van die marktwerking, maar ik zou even de rivier moeten oplopen om het te vragen. Zal misschien wel het antwoord zijn ja, zolang daar ook ergens een stukje gecompartimentaliseerde concurrentie zit. En dat zou dan daar misschien ook bij diezelfde verzekeraars kunnen zitten. Los van de vraag of je dat wenselijk vindt of niet. Ja. Ik hoop dat dat een beetje een antwoord is. We moeten gaan afsluiten gezien de tijd. Een zeer waardige Domus Medica lezing 2020. Nogmaals veel dank, professor Jan.